Het Holy Feast wordt ook gezien als een eenheidsfeest, een feest van verbroedering. Dit zegt president Chandrika Prasad Santokhi in een boodschap in verband met Pagwa, dat vandaag wereldwijd wordt gevierd, dus ook in Suriname. Het Holy Feast brengt volgens het staatshoofd de kleuren van het leven en de kleuren van liefde met zich mee. Aangezien elke kleur een kracht in het leven symboliseert, zijn kleur en leven volgens de president onafscheidelijk en spelen ze een belangrijke rol in ons leven. Hij wijst ook erop dat Holi in Suriname gevierd wordt door alle bevolkingsgroepen. Daarmee noemt het staatshoofd het kleurenfestival een weerspiegeling van onze heterogene samenleving. Het Holy Feast spreekt de taal van de Surinaamse diversiteit, omdat het onze multiculturele en multietnische, maar ook multilinguistische Surinaamse samenleving verenigt in de geest van dit kleurenfestival. Holi helpt de samenleving bij elkaar te brengen en het seculiere weefsel van ons land te versterken. Want het festival wordt ook door niet-Hindoes gevierd, door alle Surinamers, door ieder die graag deel uitmaakt van zo'n kleurrijk en vreugdevol festival. Bovendien maken mensen op deze dag geen onderscheid tussen rijk en arm en viert iedereen het festival samen in een geest van goedhartigheid en broederschap met veel liefde. De president wijst erop dat Holi een feestelijke dag is om een einde te maken aan fouten uit het verleden, om conflicten te beëindigen, anderen te ontmoeten, kortom een dag om te vergeten en te vergeven. Ook een feest van de overwinning van het goede op het kwade. Het Holi Festival valt samen met de volle maan of Purnima op de avond van de Hindu maand Phalgun. Het is een tijd voor mensen om samen te komen, hun meningsverschillen op tijd te zetten en de mooiere momenten in het leven te vieren. Lieve broeders en zusters, wat betekent Holi in deze tijd van ons beleid? Holi in deze tijd betekent dat we alle barrières moeten doorbreken die mensen verdelen, die mensen uit elkaar houden. En wij als regering doen er alles aan om die economische achteruitgang te remmen en het leefklimaat voor alle Surinamers te verbeteren. De president verklaart dat we ons niet moeten laten verdelen en het kwade moeten verbranden en uitbannen op de dag voor Holi. Er is weer hoop voor de bevolking en wenst het staatshoofd iedereen een Shubh Holi toe. Mogen deze festiviteit van vreugde, geluk, gelach en vrolijkheid nieuwe kracht en energie in ieders leven brengen, besluit president Santokhi zijn Holi-boodschap.